2016 is het precies 30 jaar geleden dat Paul Simon het album Graceland maakte. Het werd een enorme hit. Voor het eerst hoorden we westerse popmuziek. Die werd gecombineerd met de swingende en die bijzondere muziek van Zuid-Afrika. Het is een cd die bijna iedereen in de kast heeft staan. We gaan de muziek laten horen, maar ook het verhaal vertellen van Graceland. Want Paul Simon maakte deze cd ten tijde van de apartheid. En hij negeerde daarmee de culturele boycott van het ANC. Had hij dit wel moeten doen? En om het verhaal te vertellen en de sound compleet te maken, spring ik zelf tussen mijn Zuid-Afrikaanse vriendinnen en ga mee op tournee. Wij verheugen ons enorm om met dit programma Graceland alle grote theaters van Nederland op zijn kop te zetten. We are going to Graceland. Wij hopen dat u ook komt.